Hey, leuk dat je luistert naar de Kat Cool Know podcast. In deze podcastserie staat altijd de vraag, wat maakt jou rijk centraal? Waar krijg je energie van? Wat is jouw goud? En hoe ga je daarmee de wereld verrijken? Ik interview inspirerende, ambitieuze, creatieve ondernemers. En ik deel mijn gedachtenkronkels met je over rijkdom in de brede zin van het woord. Heel veel luisterplezier bij de Kat Cool Know podcast. Hey allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Kat Cool Know podcast. En ik heb vandaag alweer zo'n geweldig leuke gast, namelijk Monique van Baar. Hey Monique, welkom! Ah, Kat, leuk om hier te zijn. Ja, superleuk om jou eens wat vragen te mogen stellen over jouw rijkdom. Waar kennen wij elkaar eigenlijk van? Dat vind ik altijd leuk om even mee te starten. We go way back volgens mij, hè? Dat is, Ja, ik ben de tel even kwijtgeraakt wanneer het precies was, maar het is al wel een behoorlijk aantal jaren geleden, ja. Ja. Toen ging ik mijn eerste, wat was het, een soort training geven over social media en ik was echt tik nerveus, dat weet ik nog. Ik weet nog dat ik daarvoor een half uur heb zitten huilen, omdat ik het zo spannend vond. En toen moest ik die training geven en jij was een van de mensen die daar ook bij was. En later zijn we weer in contact gekomen en nu kennen we elkaar inmiddels al best wel goed. En ik vind het heel leuk om met jou samen te werken. En ik vind het heel leuk om vandaag eens van jou te horen van nou, Wat doe jij nou zoal? Wat is nou eigenlijk jouw goud? En hoe breng jij dat de wereld in? Maar eerst, wil jij misschien iets over jezelf vertellen? Wie ben je? Wat doe je? Ja, ik ben Monique van Baar. Ik ben inmiddels 54 jaar oud. En of jong, het is maar hoe je het bekijkt. Jong. En ik woon in Langeweg. Dat is een klein dorpje in de gemeente Moerdijk, vlak tussen Breda en Dordrecht. En daar woon ik samen met Serge, daar ben ik mee getrouwd. En we hebben twee kinderen, Stijn van 16 en Nora van 13. En ik heb inmiddels alweer ruim 21 jaar mijn eigen bedrijf, Human Impulse. En van daaruit coach en train ik allerlei professionals, leidinggevende teams. En dan vooral, maar daar zullen we het verder ook nog denk ik wel over hebben, vooral als het gaat om hoe zorg je er nou voor dat je ook in je werk en in je leven ook echt jezelf kunt zijn. Jij zou zeggen je goud ook inzet, of je kracht inzet op een manier die ook leuk is, die bij jou past en waar je ook het verschil in kunt maken. Dus dat even in het kort. Cool. Verschil maken, zeg je. Ja. Dat vind ik wel interessant klinken. Wat is dat, verschil maken? Ja, dan moet ik eigenlijk even weer een stapje terug gaan. Want het verschil maken is bij mij eigenlijk pas redelijk recent. Het afgelopen jaar een beetje duidelijk geworden dat ik me daar vooral op wil richten, op verschilmakers. Maar het begon eigenlijk al wel wat eerder dat ik merkte dat ik ook meer ruimte nodig had. Omdat ik, dit is altijd even lastig om een beetje uit te leggen. Ik loop namelijk in als jij ruimte maakt en ook even pas op de plaats maakt in alle dingen die je doet. Want ik weet niet hoe het met jou is, maar met mij ook en om me heen zie ik het ook. We zijn geneigd om aan allerlei verwachtingen te willen voldoen, mee te gaan met een behoorlijk tempo, allerlei resultaten te willen bereiken. Best wel een behoorlijke gejaagdheid. En dan vergeet je wel eens van waar het echt om gaat. En wat je echt wil, waar je echt blij van wordt. Wat echt bij jou past. En waar je echt toegevoegde waarde in hebt. En ja, dat is voor mij dus ruimte maken om dan te kijken waar jij het verschil in wil maken en kan maken. Ja, dat is voor mij een hele belangrijke. En dat kan op allerlei vlakken zijn. Dat kan in het klein, dat kan in het groot zijn. Ja, je kan het heel groot maken en dat je ook een bijdrage wil leveren aan de wereld verbeteren. Of de wereld veranderen, zeker met alle
vraagstukken die er, problematieken die er op dit moment zijn. Maar je kan het ook in het klein zien. Gewoon het verschil maken in je eigen gezin of in je eigen gemoedstoestand. Of stel dat je je ergens aan irriteert. Hoe kan je dat ook op een andere manier doen en dan ook op die manier verschil maken in het contact? Ja, dus dat is eigenlijk heel breed. Ja, is dat een Maar beetje ja, duidelijk of jawel, heb je zeker, nog een beetje? zeker. Ja, Ja. ja. Nou ja, en als het niet zo is, dan kunnen de luisteraars altijd natuurlijk nog eventjes een berichtje sturen van hey, het is niet duidelijk. Ja, En dan, ja. maar ja, je richt je nu de laatste tijd, zeg je ook, van ik richt me meer op de mensen die het verschil willen maken. Dus de mensen, Ja. dat zijn vaak mensen in wat ja, verantwoordelijke posities. Klopt, klopt. Ja. Neem ik aan, hè? Want je hebt het wel eens tegen mij verteld van ja, ik vind het heel leuk bijvoorbeeld ook om bijvoorbeeld directeuren of mensen in ja, echt wel belangrijke posities te helpen, omdat die ja, die hebben al een druk leven en veel verantwoordelijkheid. En dan is het best wel spannend om dan ook nog te zeggen van oké. Ja, dat is wel heel mooi wat je zegt. Want ik heb in die afgelopen jaren heb ik sowieso heel veel professionals en teams en allerlei en managers, allerlei mensen voorbij zien komen of ook met mensen mogen werken. Maar ik merk gewoon dat ik het ook het allerleukste vind. Mensen die of in de gezondheidszorg of in het onderwijs of in de techniek of rondom vervullen. Als die goed zichzelf kennen en ook goed bij zichzelf zijn en in hun kracht staan, dan kunnen ze echt ook verschil maken. Bijvoorbeeld, ik had laatst een bestuurder van een onderwijsstichting die vastliep ook, bijvoorbeeld in echt een hele mooie visie en eigenlijk heel mooi ook in zijn werk stond. En door hoe een aantal dingen liepen, daar niet doorheen kwam. En dan is het zo waardevol om te kijken van goh, ja, waar. Hoe zit je daarin en wat gebeurt er dan? En waar kun jij zelf invloed op uitoefenen? En hoe kun je vanuit andere invalshoeken er ook naar kijken? Dus dat is echt heel waardevol. En ook bijvoorbeeld artsen. Ik begeleid heel veel, begeleid en coach heel veel artsen ook. Ja, die hebben cruciale functies in het ziekenhuis of als huisarts of als kinderarts, noem maar op. Ze kunnen vaak heel goed voor anderen zorgen en voelen zich heel verantwoordelijk. Maar daarin gaan ze soms ook over eigen grenzen heen en raken ze uit balans. Of worden ze beïnvloed door een hele hoop protocollen of bureaucratie waar ze dan op stuk lopen. En om dan echt te kijken van waar gaat het om en wat is jouw rol, wat is jouw plek en hoe kun jij daarin ja, goed ook op een fijne, constructieve manier het verschil maken. Zodat je er ook blij van wordt en het niet zo zwaar wordt. En ja, dat je er wat lichter en energieker ook naar kan kijken. En Ja, er ook mooi. energie van krijgt. Dat het niet alleen Ja. maar energie kost. Want daarvoor Zo. ben je het ook mee begonnen, hè? Het is vaak zo dat mensen die op dat soort posities zitten, die hebben een passie of die hebben een visie en die willen iets neerzetten. En Ja. dan, ja, weet je, dan is het ook wel belangrijk om telkens weer terug te gaan van waarom doe ik het nou eigenlijk? Wat Ja, is nou eigenlijk. klopt. En als je dat goed Klopt. helder blijft houden en je hebt daar ook ruimte voor om dat te kunnen doen, dan. Ja, weet je, dan wordt Klopt. het ook makkelijker en dan kan je die last, want meestal is het best wel een verantwoordelijkheid en een, ja, voor sommige mensen zeggen ze ook van ja, je hebt daar best wel brede schouders voor nodig om die verantwoordelijkheid ook te dragen, om dat verschil te kunnen maken. Dat je dan in ieder geval je fundament goed hebt staan, zodat je dus weet van, oh ja, ik Precies. kan dit ook. Ja, Klopt. supermooi, supermooi. Bij dat fundament hoort ook, want daar hoort dus ook bij dat je niet alleen weet van wat voor jou belangrijk is en waar jij blij van wordt, of wat echt je drijfveren zijn, of wat je verlangen is. Maar daar hoort ook bij dat je het herkent en ook in de gaten hebt en opmerkt als je niet daarbij bent. Dus als je, ja, ik noem dat altijd contrast. Dus als het er niet is, en dat vind ik vaak een heel mooie puzzel om samen ook te kijken, hoe ziet dat er voor jou uit? Ja. Ja, en dan als je En. dat in de smiezen hebt, dan heb je ook echt een stevig fundament en dan kun je ook keuzes maken. Wat helpt jou om ook dat verschil te maken op een goede manier en op een fijne manier? En wat belemmert je? En dan, ja, dan kun je daar ook goede keuzes in maken. En dan kan je weer makkelijk meeveren, lijkt me, met situaties als je het Klopt. herkent. Dus dat is ook Klopt. natuurlijk het hele ding Nee. is. Dat je gewoon dat inzicht hebt en die zelfkennis. Als je weet gewoon van, oh ja, daar loop ik op stuk.
Dat je dat ook gewoon ja, op tijd kan aanzien komen. Hey, ja, super tof, Monique. Dus jij bent een verschilmaker voor verschilmakers. En ja, in deze podcast hebben we het over rijkdom. En we hebben het over goud. Nou, ik heb al wel zo'n vermoeden wat een beetje jouw goud is, maar we komen er zo verder op. Ja, als het gaat over rijkdom, dan, ja, dan zou je het ook over geld kunnen hebben. Dat is ook, ja, dat is ook wel een onderdeeltje daarvan. Lekker bazaal. En ik vind het altijd leuk om iets te weten over iemands money mindset, want het zegt ook wel iets over hoe iemand in het leven staat. Dus ik ben heel nieuwsgierig naar wat heb je eigenlijk van huis uit meegekregen over geld? Ja, dat is wel een hele mooie, want je noemt het een klein dingetje geld, maar het is natuurlijk toch wel iets wat, ja, wat ons natuurlijk allemaal ook wel echt bezighoudt en ook behoorlijk invloed heeft. Als ik kijk naar het gezin waar ik uitkom en mijn opvoeding, dan hadden wij het niet altijd even breed. Dus het was niet zo dat dat het overliep. Dus dat het heel veel welvaart als welvaart voelde. Ik weet ook nog dat mijn vader, die had een baan, maar die zat ook bij de vrijwillige brandweer. En daar kreeg je dan vergoeding voor. En dat was altijd zo'n uitdrukking van, oh, het brandweergeld is er weer. Dus dan konden er wat extra dingen gedaan worden. Of dat was dan voor de vakantie. Dus ik, ja, dat was op zich wel mooi. Dus dat kreeg ik wel echt van jongs af aan al mee. En ik weet niet of het komt dat ik de oudste ben, of dat iets uitmaakt, maar ik heb wel die zorg, zeker van mijn moeder, denk ik toch wel een beetje opgepikt. Ik weet ook, ze zei wel eens dat ze 100 hadden, dan 100 wat van 100 gulden huishoudsgeld, waar ze dan heel de week alles van moest doen. En dat was echt af en toe wel puzzelen. Dus ik heb dat wel op een of andere manier meegekregen. En het was ook altijd wel dat als we iets wilden, dan moesten we er ook wel voor sparen. Dus ik heb zelf ook mijn nieuwe fiets bij elkaar gespaard. En ik heb ook, denk ik, vanaf mijn 12e, ik denk 11e, nou 12, denk ik, ook krantjes rondgebracht. En eigenlijk altijd baantjes gehad. Of altijd wel iets van werk erbij gedaan. Dus dat is wel echt iets wat ik van huis heb meegekregen van, nou, je moet er iets voor doen en het is niet vanzelfsprekend. En ja, toch ook wel een beetje die zorgelijkheid. Die zorg. Dus dat is wel wat ik mee heb gekregen. Dus ik heb, als het gaat over welvaartsdenken, heb ik wel het idee dat ik een beetje achterstand had. Dus ik had wel een inhaalslag te maken. En nog steeds wel dat ik af en toe in kleine dingen kan merken dat ik dat dan moeilijk vind om daar geld voor uit te geven. Ja, Grappig, hè? want Dus sommige dingen, net als het gaat over het investeren in mezelf, hè, in opleidingen of ontwikkeling of nou, eigen klankbord. Of bijvoorbeeld ook, wat is nog meer een mooi voorbeeld? Ja, ik heb een mooie ruimte, bedrijfsruimte. Hè? Nou, vind ik ook belangrijk dat dat ook kloppend is. Dat vind ik ook heel waardevol en belangrijk om daar ook echt in te investeren. En daar, ja, dat kost me ook geen moeite. Maar als het dan gaat bijvoorbeeld om uiterlijkheden of kleding, of ja, dan moet ik altijd wel even een drempeltje nemen. Of dan kom ik dat soms wel tegen. Ja. Ja, herken ik wel hoor. Ik kan ook geld uitgeven aan de gekste dingen en dan zit te Ja. mieren over of ik wel Ja. of niet nieuwe sneakers ga kopen. Terwijl ik Grappig is gewoon dat, hè? just like that een of andere cursus koop van weet ik het wat. Ja, dat is Ja. grappig hè, want dat is dan een investering. Ja, Terwijl, ja, ja, dat is dat ja. je die waarde anders ziet. Zo. Maar dat komt, ja, weet je, ik denk dat vroeger, dat hebben we ook niet meegekregen, Nee. van dat je geld investeert in je persoonlijke ontwikkeling. Dat is Nee. van een andere waarde of zo, bedenk ik me nu ook. Dat wordt ook anders gezien. Ja. Ja, dus dat vind maar daar ben ik wel heel blij en dankbaar voor dat ik dat ook wel echt ook kan. En ik heb daar ook geen zorg op. Of weet je, daar heb ik ook heel veel vertrouwen op. Dat dat altijd ook goed uitpakt. Ja. En ook dingen als bijvoorbeeld naar een concert gaan. Of naar een festival. Of ook, ja, ook vakantie. In ieder geval die vrijheid ook om lekker op vakantie te gaan en zo. Ja, dat soort dingen, daar zal ik nooit op beknibbelen of zo. Dat vind ik ook echt waardevol. En daar kan ik dus ook goed geld
Niet dat ik het over de balk smijt, maar gewoon dat kan ik gewoon wel goed. Ja, dat voelt wel goed. Daar kan ik wel Ja. geld aan uitgeven. Ja, ik koop liever één ding wat goed is. Of ik ga liever één keer bij een goed restaurant uit eten. En dan wat minder vaak. Als dat ik elke week ja, dan voor minder ga of zo. Dus de kwaliteit vind ik wel heel belangrijk. Ja, daar kan ik ook heel Ja. erg van genieten. En stel nou dat jij nog één tientje zou hebben. Ik weet niet of je dat ooit is overkomen hoor. Maar ja, je weet niet wanneer er weer een nieuw tientje komt. Het tientje is natuurlijk een ja, superlaag bedrag. Maar gewoon eventjes om een beetje te voelen van wat vind jij belangrijk. Wat zou jij doen als je gewoon voorlopig nog maar één tientje hebt? Ja, ik hoor gelijk de stem van mijn zoon. Die zou gelijk vragen van, oké, en heb ik wel genoeg eten? En heb ik een dak boven mijn hoofd? En heb Ja, ik de dat heb basis je op allemaal. orde? Dus ik heb de Ja. basis op orde. Oké, en dan heb ik nog een tientje. Jeetje. Ja, dat vind ik echt wel een lastige vraag. Want mijn eerste neiging zou, als ik dan. Eerste neiging, maar dat is misschien vanuit mijn opvoeding, zou zijn van nou, dan kan ik beter dat tientje bewaren voor als er iets is, hè, dat ik dat in ieder geval nog heb. Dus dat zou mijn primaire oude reactie zijn. Aan de andere kant denk ik van ja, daar gaat natuurlijk nergens over. En dan denk ik van ja, dan zou ik liever misschien gewoon lekker met dat tientje een terrasje pakken met Serge of met mijn man of. Ja, of met een goede vriendin. Of ja, dan zou ik. Ja, ik denk dat ik zoiets zou doen. Lekker een koffietje met een gebakje of een biertje ergens. Of ja, iets gezelligs. Ik denk dat ik dat En dan. Daar zou ik wel echt blij van worden. Ja. als je een tientje op straat vindt. Ja, dat is ook wel weer afhankelijk van waar ik het vind. Stel dat ik het in een winkel vind. Of op een plek die ergens bij hoort, dan denk ik toch wel dat ik het zou aangeven van, of dat ik het zou benoemen van, goh, is dit tientje misschien van jullie, of ik vind dit hier op de grond. Dus ik denk dat ik het dan wel zou benoemen. Als ik het op straat zomaar los ergens zou vinden, ja, dan zou ik het misschien toch wel, denk ik, lekker houden. Dan zou ik er iets leuks van doen. Ja. Ja. En jij? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ik heb mezelf die vraag nooit beantwoord. Ik stel hem wel altijd standaard. En het grappige is, een tientjesvraag, dat zegt gewoon best wel veel over mensen. Want als je bijvoorbeeld, als je een echte. Je hebt van die mensen die helemaal als ondernemer zijn opgevoed, bijvoorbeeld. Hè? Al Ja. vanaf hun tiende hun eigen tokootje hadden thuis. Met elke gelegenheid zelfgemaakte limonade op straat verkochten. Die geven Ja. allemaal als antwoord: ja, dan zou ik dat tientje, zou kijken hoe ik daar meer van kan maken. Dat is Ja, bijvoorbeeld ook zo ja, eentje. ja. Ja, Dus slim. ja, en als je het op straat zou vinden, inderdaad, eerst kijken van: oh, is het van niemand? En als het van Ja. niemand is, ja, ik ben wat dat betreft. Ik ben persoonlijk een echte spender, dus ik zou het meteen uitgeven. Ja, Ja, want ik ja. geloof heel erg in de kracht van het Ja. moment. Dus Ja. als ik dat meemaak, dan ben ik blij en dan denk ik, jee, en dan ga ik iets leuks Ja, doen. dan, ja. Ja, dan Ja, is het een cadeautje. automatisch. Ja, 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 ja. dus, en dus dat is, voor mij is dat wel makkelijk op zich. Dat Ja. herken ik wel, van dat gewoon dan ook echt lekker in het moment zijn. En ja, dan, ja, daar word je ook echt blij van dan. Gewoon echt ook, dan is het gewoon iets extra's. Ja, en ik geloof in die money Leuk. flow, hè? Dus wat mij Ja. betreft moet je het niet vasthouden. Sowieso niet. Nee, Dus dat en is een beetje ik mijn, ja. ja, en dat herken ik ook, want dat is ook mijn oude patroon, hè? Dus mijn oude patroon is waarschijnlijk vanuit ook die zorg die ik ergens heb opgepikt vanuit vroeger. Van oeh, je moet zuinig zijn. Wat als er iets. Dus eigenlijk vanuit angst, hè? Niet vanuit vertrouwen denken. En nou ja, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. En die principes. Ja, maar ik voel nu veel meer van. Ja, gewoon veel meer dat welvaartsdenken. Dus dat je echt veel meer ook kijkt van ja, waar word je echt blij van? Of wat klopt? Of wanneer stroomt het? Of meer op die manier. Ja. En als geld gewoon uit de kraan zou komen, hè? Als er gewoon, weet je wel, het is gewoon no issue at all. Je weet gewoon van nou, het kan niet op. Het is oneindig
Mijn geld is gewoon, het blijft stromen en stromen, stromen. Hoe zou jouw leven er dan uitzien? Zou het er dan anders uitzien dan nu? Heb je dromen en wensen? Oh. Ja, kijk, ik zou niet kunnen leven met alleen maar, alleen maar dat je het dan voor jezelf of voor je eigen gezin alleen maar gebruikt om een fijn leven te hebben en verder niks doen of zo. Dus ik denk wel dat voor mij altijd er iets bij zal zitten, of zou zitten, wat te maken heeft met ook verschil maken of waarde toevoegen of ja, ook echt iets zinvols doen. Maar dan zou je wel meer ruimte hebben om dan, ja, dan zou je daar nog, dan zou je dat bijna kosteloos kunnen doen. Dus misschien dat ik me dan meer zou richten op doelgroepen of groepen waar onvoldoende middelen zijn om daarin te investeren. Of om daar, ja, dus dan zou ik daar misschien nog selectiever naar kunnen kijken. Dus dan kan je gewoon ja, andere groepen ook weer makkelijker bereiken. Ik denk wel ook, net als nu, wij hebben een heel mooi pand in Langeweg waar we wonen en waar ik werk. Maar ook een wat ouder pand waar altijd iets te doen is en waar we ook aan het verduurzamen zijn. En ja, dan zou je natuurlijk dingen die je nu niet doet, zou je daar nog meer in kunnen doen. Dus wat ik dan zou doen, denk ik. Het niet alleen mooier maken, maar ook kijken van goh, hoe kan je het duurzamer maken? Hoe kan je het nog, ja, ook met de tuin, met, ja, dan zou ik daarnaar kijken, denk ik. Dat je op die manier, en dat je er, dat het mooi is en plezier geeft en dat je er blij van wordt, maar ook toch ook echt die zinvolheid en die duurzaamheid en ook echt over dat soort dingen nadenken. Ja, dat zou bij mij wel blijven. Nog een pandje Of bijkopen. nee, dan zou ik eerder. Nou, we hebben een oud campertje. Misschien zou die inruilen voor een wat nieuwere, zuiniger model. Want we hebben nu nog zo'n oude diesel. Dus dat geeft me ook vrijheid is voor mij heel belangrijk, die ruimte en die vrijheid. Dus dan dat zou ik ook doen. Dat zou ik eerder doen als vast iets erbij kopen. Dan zou En misschien dat ik ook echt wel meer nog verder op reis zou gaan. Misschien met de camper of niet. En dan ook kijken wat je daar nog zou kunnen doen, ondernemen, oppakken. Waar je ook weer in kan bijdragen. Of contacten kan maken. Of nou, noem maar op. Ja. Dan zou ik misschien de wereld nog wat meer in gaan. Ja. Maar dan moet Maar wel ook Serge en de kinderen wil ik dan eigenlijk wel meenemen. Of als de kinderen straks de deur uit zijn, dat we dat met z'n tweeën kunnen doen. Of dat ik alleen vind ik ook prima, maar dan een kortere reis. Ik vind het wel ook leuk samen. Vind ik ook waardevol. Ja. hey, en wat maakt jou rijk? Wat maakt mij rijk? Jeetje. Het is makkelijk om de vraag te stellen, om het te beantwoorden. Even kijken, wat maakt mij rijk? Nou ja, eigenlijk een heleboel. Als je dat vraagt, dan voel ik vooral heel veel dankbaarheid. Dus wat mij rijk maakt, is dat ik de verbondenheid voel en het liefdevolle voel van de mensen om mij heen. Serge, Stijn, Nora, maar ook mijn familie, vrienden, maar ook hele mooie mensen waar ik elke dag mee mag werken. Wat heel rijk voelt, wat heel dankbaar voelt ook. Dat je echt mag inspireren, dat je mag meekijken, mee onderzoeken, dingen mag aanreiken, dat je ziet dat mensen daardoor. Ja, dat het lichter wordt, dat ze dingen meer kunnen verdragen, maar dat ze daardoor meer ruimte voelen en ook dus meer het verschil kunnen maken. Ja, dat voelt wel heel rijk dat ik dit mag doen. Ik denk dat dat nog het allerbelangrijkste is. Oh, en wat mij ook rijk maakt, is dat ik merk dat ik eigenlijk heel veel vertrouwen heb.
En dat ik altijd mogelijkheden zie. We hebben elkaar leren kennen. Dus misschien wel leuk even als terugblik, Kat. Dat was tijdens een training van One Minute Coaching. En One Minute Coaching gaat over mentale veerkracht. En ook met name ook van hoe zorg je ervoor dat je niet blijft hangen in spanning of frustratie of in afhaken. En hoe zorg je ervoor dat je daar weer beweging in krijgt. En veel meer gaat kijken naar wat is er wel. Dat is, ja, ik heb jarenlang ook op nu en nu nog steeds dat gedachtegoed, dat omarm ik ook. En dat voelt ook heel erg passend. Dat is ook voor mij ook echt een hele belangrijke onderlegger. Dat je ook ja, naar het positieve kan kijken. En dat je mensen, mensen ook echt in hun waarde kunt zien. En dat je door dat contrast, of door als je even irritatie of lelijke kantjes ziet, dat je daar ook doorheen kan kijken. En dat je dan kan kijken, goh, hoe kan ik weer naar die mooie kant? Ja, dat vind ik, als je het hebt over goud, daar ben ik ook heel dankbaar voor. Dat vind ik heel fijn. Ja, dat Ja, ik dat kan. het is niet iedereen heeft dat. Het is wel, ik denk wel Nee. dat het een spier is die je kan trainen. Dat je toch, maar ja, je moet het ook een beetje in je Ja, hebben. ik denk dat je het kan trainen, maar niet zo van, oh, dan doe ik even een training en dan doe ik even mijn best en dan lukt het wel. Dus het is meer een proces wat je jezelf ook durft aan te gaan. En ook dat je ook echt kritisch naar jezelf in de spiegel durft te kijken, of eerlijk naar jezelf in de spiegel durft te kijken van wat jij kan, wat jouw aandeel is. En ook je. Ja, het zijn geen lelijke kanten, maar ook als jij jouw onhebbelijkheden of je eigenwijsheden of nou ja, schaduwkanten of hoe je het dan ook wil noemen, of je onhebbelijkheden, dat je dat ook kunt verdragen en dat je daar ook naar durft te kijken en er geen verhaal of geen excuses van maakt of niet continu naar anderen wijst, maar echt kijk van hoe kan ik hier anders mee omgaan. En als je dat wil, die mindset hebt dat je daar dat je dat, en dat is ook niet altijd makkelijk, want dat lukt mij natuurlijk ook niet elk moment en elke dag. Maar dat je elke keer wel weer eruit kunt stappen, even afstand kunt nemen en weer kunt kijken van, goh, hoe kan het ook anders? En elke dag is dan ook weer een nieuwe dag. Dat zei mijn moeder altijd, vond ik ook altijd zo mooi, van kin omhoog, neus in de wind, zo van, en elke dag is weer een nieuwe dag. Je kan elke dag weer opnieuw beginnen. Elk moment kun je weer opnieuw beginnen. Als je dat als vertrekpunt hebt, dan kun je het oefenen. Oefenen en ook mensen zoeken die je daarin kunnen spiegelen, waar het fijn is om mee te werken, die jou kunnen helpen en waar je ook mee mag oefenen, mee mag ontdekken. Zo. Ja, mooi. Ja, en ook herkenbaar. En ik denk ook inderdaad, je moet die schaduwkanten, die onhebbelijkheden ook niet onder het tapijt vegen. Want het is Nee. juist heel interessant om eens te kijken van, hé, waarom heb ik die eigenlijk? En wat is daar nou, wat zegt dat me eigenlijk? Wat is de boodschap daarvan? En ja, eigenlijk geeft dat je altijd heel veel informatie. Juist. Precies. Ja. Dus dat vind ik ook wel mooi. En het is, ja, ik geloof ook wel dat het een talent is. En een van de gouden dingen die je kan, als je dat hebt, dat is echt wel goud. Ja, En klopt. ja, hoe ik goud, ja, ik zie goud echt best wel breed ook, hè? Dus het is je talent. Het is ook ja, al je kennis die je in huis hebt, alle inzichten die je opdoet in je leven, die je weer door kunt Ja. geven aan iemand anders. Ja, eigenlijk datgene wat jou uniek maakt, hè? Want ja, we zijn allemaal een soort verzameling van alles wat we in ons leven ja, bij elkaar sprokkelen. En ja, ik geloof dus heel sterk van dat het de bedoeling is dat je dat ook daadwerkelijk gaat delen. En dat doe jij natuurlijk al, nou ja, dat doe jij al heel lang. Maar wat zie jij zelf als jouw grootste goud? Dat, want je noemt net inderdaad van, ja, ik ben in staat om dingen vanuit meerdere perspectieven te zien. Ja. Ik ben in staat om bij de ander dat ook te kunnen spiegelen als er een onhebbelijkheid is. En daar ook mee te. Nou, je bent natuurlijk al heel erg lang coach, dus een Ja, trainer. Je hebt daar ja, natuurlijk heel veel ervaring mee. ja. Maar wat denk jij dat jouw grootste goud is? Wat er in me opkomt, is dat
Als je kijkt hoe je inderdaad gevormd bent en wat je mee hebt gemaakt. En ja, zo maken we allemaal allerlei dingen in ons leven en, mee. Ik heb bijvoorbeeld mijn vader jong verloren. En ook nog een aantal belangrijke dierbaren ook verloren in mijn leven daarna. Vrij acuut. En dat vormt je wel. Dus ik denk en dat is niet mijn goud. Ik zit even een beetje te denken hoor. Ja, wat denk ik belangrijk is, als ik kijk naar de rode draad bij mij, is het zo dat ik altijd wel bezig ben geweest met hoe kan ik de dingen doen, hoe kan ik dichter bij mezelf komen, hoe kan ik mezelf zijn. En ook, ja, ik zei net al, ik had het net al ook over vrijheid. Hoe kan ik meer de ruimte nemen om echt mezelf te zijn? Zonder dat ik bezig ben, hoe komt het over bij de ander? En ben ik wel goed genoeg? Of het pleasen en het hard werken en het perfectionisme, wat ook allemaal kantjes zijn die ik wel in me kan hebben. Of eigenlijk ja, ook wel patroontjes die ik heb. En ik denk als je kijkt naar de rode draad, is dat ik daar steeds meer dichter. Ik kom eigenlijk steeds dichter bij mezelf. Dus ik voel steeds meer ruimte. Dat raakt me ook als ik dat zeg. Om gewoon mezelf te zijn. En eigenlijk is dat het allerbelangrijkste. Wat ik vervolgens doe, of hoe dat er dan vervolgens uitziet. Of dat dan gelikt is. Of ja, dat maakt eigenlijk maakt me dat helemaal niet meer uit. Ja, zeg ik. Ik geloof er heel erg in dat, ja, dat als je gewoon jezelf dicht bij jezelf bent. En dan als ik dat ben, dan voel ik ook echt dat vertrouwen. En dan voel ik bijna ook alsof je zo'n duwtje in je rug krijgt. Of een beetje geholpen wordt of steun voelt van ga maar, doe maar. Het is goed, het is oké. Je bent al waardevol. Het is al helemaal, het is helemaal goed zoals het loopt. Hoe het er ook uitziet. En dat geeft zoveel kracht. Ik denk dat toch wel de essentie is. Ja. Ja, en dat is natuurlijk toch eigenlijk ook een kwestie van al die ervaringen die je hebt opgedaan, hè? Ook ja, natuurlijk de heftige dingen die je hebt meegemaakt, dat je ook sterkt in het gevoel van ja, ik moet ook uiteindelijk op mezelf bouwen en ik mag ook op mezelf bouwen, denk ik. En ik kan me Precies. voorstellen Ja, en al die dat dan leven. het goud in die lastige situaties, zeg maar. Want ja, die maak je toch, dat kan je niet voorkomen. Op een of andere manier moet je toch Nee. door allerlei gedoe heen. Maar dat er dan een soort basisvertrouwen onder zit van, weet je, Ja. ik kan het. Ja. Ja, en ook, ja, dat weten de luisteraars niet, maar dat weet jij wel. Ik heb nou sowieso twee heel bijzondere kinderen. Maar ook in je rol als moeder en ook in wat je gespiegeld krijgt van je kinderen, wat ook niet altijd even makkelijk is. Maar wel, ja, wel zo leerzaam en zo, weet je, daar zit ook goud in. Dus daar zit, als je uit de modus kan komen van jeetje, waarom gebeurt dat bij ons en waarom kan het niet makkelijker? Of waarom moet het allemaal zo ingewikkeld, hè? Nou, vooral mijn zoon heeft echt wel een traject waarbij het zoeken is naar ook hoe kan hij zichzelf zijn en ook zich ontwikkelen op een manier die echt ook bij hem past. En dat geldt voor mijn dochter ook, maar op een andere manier weer. En ja, dat is om dan heel goed te voelen van hoe kan je daarin ja, je moederrol ook vervullen. En wat doe je wel en wat doe je ook niet? Wat laat je los? Ja, dat vind ik zo leerzaam. En dus ook dat ja, is ook goud. Dus daar zit dus in al die gebeurtenissen, of al dat proces, of dat leven wat je hebt, daar zit, ja, als je echt het durft aan te gaan en ook durft te voelen, dus het niet verdoven of maar doorgaan, of je verliezen in hard werken of in allerlei, nou, verslavingen of noem maar op, maar het echt durft aan te gaan en het durft te voelen en ja, als je er echt in kan, ja, dan is het goud.
En dat vind ik heel mooi om elke keer daar weer stapjes in te zetten. Met vallen en opstaan. Want dat is natuurlijk ook. Ja. Ja, dat is nou eenmaal hoe dat werkt, hè? Dat kan Ja. niet perfect. Maar dat zou ook Ja. niet leuk zijn, hè? Want dat zeggen ze dan ook altijd zo mooi. Nee. Zonder wrijving geen glans. Ja, ik geloof daar toch wel echt in. Ja, En ik ook. ook dus dat je dus door die mooie spiegelingen van je kinderen, dus ook weer, nou ja, jezelf ook weer beter leert kennen, maar ook jouw rol als verschilmaker voor je eigen Ja. gezin. En dat je door die dingen die je meemaakt ook weer beter het verschil kan maken voor iemand anders, omdat je ziet wat het verschil is ook, hè? Nou, en ook door dit soort gebeurtenissen en ervaringen, en ook wel in mijn werk, zie je natuurlijk heel veel ook om je heen in organisaties, in teams, in het onderwijs, in de zorg. Je ziet heel veel ook. Ja, waarbij je ook merkt van waar mensen zichzelf verliezen. En kijk, ik kan niet het onderwijs veranderen, ik kan ook niet de zorg veranderen. Nou, die illusie heb ik echt niet. Maar ik kan wel die ene bestuurder of die ene professional of die arts of die, nou, noem maar op, directeur of noem maar op wie het is, dat maakt eigenlijk niet uit. Die kan ik wel helpen om zichzelf niet te verliezen en om hun plek ook maximaal in te nemen en in ieder geval daar invloed op uit te oefenen. En ja, en daar geeft natuurlijk ook je eigen ervaringen ook in je opvoeding en met onderwijs en zorg geeft daar heel veel informatie ook over, omdat je dan ook gewoon dan echt ook ervaart hoe dat uit kan pakken en wat voor pijn daar ook zit. Ja. En dan weet je, dat zijn wel dingen die me raken en die waar ik echt op aanga. Ja. Daar doe ik het voor. Omdat ik in ieder geval alles wat in mijn invloedssfeer doe zit, dat ik daar iets ook mee kan doen. Ja. Ja, wauw, mooi. Dus je bent, Ja. je wordt zelf natuurlijk, je bent een inspiratiebron voor anderen. En je wordt zelf natuurlijk ook geïnspireerd, hè? En als het gaat over Ja. inspiratie, ben ik wel nieuwsgierig naar van, hey, wat is eigenlijk jouw favoriete boek en waarom? Oh, mijn favoriete boek. Ik vind dit ook een lastige vraag, want ik ben ook met boeken en zo, of met films of met muziek, ben ik altijd ook een beetje in het moment, of in dit moment is het dit, of in een ander moment kan het weer dat zijn. Maar één boek wat voor mij wel heel waardevol is geweest, en nog steeds wel is The Presence Process van Michael Brown. En dat is een proces, dus dat is een boek wat je leest met een inleiding en dan eigenlijk 10 weken en dan lees je elke week lees je dan een bepaald hoofdstuk. Dus ook echt een proces wat je aangaat. En ik heb dat nou 2 keer ook helemaal doorlopen, dat proces. En je moet je er dan ook helemaal aan overgeven en ook niet te veel op in de denkstand gaan, want dan krijg je kortsluiting. Maar dat is wel een boek, datzelfde als bijvoorbeeld De Kracht van Nu, van Eckhart Tolle. Dit is misschien wel vergelijkbaar, maar ook weer anders. Dit is echt ook een proces wat je ingaat. Ja, die vind ik wel echt, die heeft heel veel voor me gedaan. Ja, en ik denk ook dat ik misschien komend jaar, begin van het jaar, hem nog een keer ga doen. Dus echt het doorlopen van een proces waarbij je ook dagelijks ook wat ademhalingsoefeningen doet en stukjes leest. En dus ik ga daar verder ook niet te veel over vertellen. Als je daar nieuwsgierig naar bent, ja, pak het eens op. En dan merk je vanzelf wel of dat iets is wat bij je past, ja of nee. Ik vind ook altijd, je moet daar echt je eigen keuzes in maken. En ook kijken van of je erop aangaat. Ja, En wat een ja. boek is wat ik nu aan het lezen ben. Op 2 boeken ben ik op dit moment aan het lezen. De Kracht van Mentaliseren. Dat is een boek van Hutzebout, Nijssen en Van Vessem. En De Kracht van Mentaliseren gaat erover van als je het hebt over relaties en contact met elkaar. Dan zijn we. Wat zit er allemaal ook? Wat beïnvloedt dat allemaal ook? En mentaliseren betekent dat je eigenlijk de koppeling kan maken met je denken, met je gevoel. En dat werkt bij jou en al je bagage neem je dan bijvoorbeeld mee.
En ik ook. Dus als wij met elkaar zitten praten, dan, ja, dan hoor je wat we zeggen. Maar we hebben natuurlijk een hele heel gevoel erbij, een hele ervaring erbij, die ook meespeelt. En wat daar dan ook allemaal fout in kan gaan. En hoe je daar ook naar kan kijken. Dus dat is iets wat ik nu aan het lezen ben, wat heel interessant is. En ik ben bezig, maar die had ik nou weer even weggelegd, maar ook weer opgepakt. The Artist Way, die ken jij ook volgens mij, van Julia Cameron. Die vind ik ook echt super. Ja, Ook super. Daar zitten hele gouden mooie boek. uitnodigingen in om ook te schrijven zonder te veel bezig te zijn met wat het dan moet worden. En ook, ja, wat me ook heel erg aanspreekt, is die creativiteit en dat kunstenaarschap in wat je doet zoeken. Ja, dat creatieve en ja, dat vind ik ook heel leuk. Dus daar ben ik ook mee bezig. Ja. Maar ook lezen, soms doe ik het gewoon ook voor ontspanning. En dan lees ik 's avonds voordat ik ga slapen gewoon lekker. Ik heb nou net de Camino gelezen. Heel spannend boek. En ik heb heel de reeks van de Zeven Zusters gelezen. Wat gewoon lekker verstand op nul is. En wat ik dan heerlijk vind om gewoon lekker te ontspannen. Dus dat doe ik ook. Dus ik lees ook eigenlijk best wel veel en vaak. Ja. Ja. Hey, maar mooie boekentips hoor ik hier. Ja. Inderdaad, ik moet nog even over dat mentaliseren nadenken, want dat vind ik interessant natuurlijk. En een beetje wat me dan bij mij opkomt is van, we zien de Ja. wereld zoals we zijn, niet zoals hij is. Dus in onze benadering van de wereld en in de benadering van mensen. Nemen we inderdaad onszelf mee, wie wij Ja. zijn en hoe wij de wereld zien. En die is dus gekleurd door onze eigen, nou ja, achtergrond, Ja. mening, alle dingen die ons, nou ja, ook ons goud eigenlijk, hè? Precies. Maar ja, dus in positieve zin en in negatieve zin. En dat je dan dus inderdaad soms een beetje, nou ja, als je niet ver genoeg kunt uitzoomen, als je niet in staat bent om in die schoenen van die ander te kunnen staan. Dat het dan eigenlijk in de conversatie, dat het dan eigenlijk, ja, dat je dan heel veel van jezelf, eigenlijk best wel te veel misschien wel van jezelf meeneemt. Klopt. En ook het gaat er ook om nieuwsgierig te zijn inderdaad naar die ander. En ook, ja, ook die open te staan. Je aannames die je soms hebt, te durven ter discussie te stellen. En weer open te gooien. En weer opnieuw kijken met een frisse blik. Ja. Dus dat, maar ik heb het toch niet helemaal uit, dus ik ben nog niet helemaal helemaal de essentie. Maar ik vind het, ja, het was een tip vanuit ook de begeleiding van mijn zoon. En ja, dus het komt ook echt vanuit de onderwijs en de opvoed, de ontwikkeling, zo'n ontwikkelingskant. Ja, ik vind het heel waardevol. Ja. Ja, ik moet ook nu in één keer denken dat dat ook een stukje van jouw goud is, hè? Dat nieuwsgierig zijn. Dat is ook iets wat mij heel erg opvalt bij jou. En het een beetje speels naar de dingen kijken. Met een beetje Ja. humor en luchtigheid. Dat is ook natuurlijk Ja. onderdeel van die ruimte. Want dat ruimte moet je ook niet Ja. zien. Dat is ruimte in alle Ja. lagen, zeg maar. Dus dat bedenk ik nu in één keer dat ik denk van, oh ja, dat zit ook wel echt in jou. En dat is wel een belangrijk onderdeel van hoe jij het ook aanpakt in je coaching, volgens mij, En dan en in je zitten we nu training. een heel serieus gesprek te voeren. Ja, daarover, ja. Over jou. Ja. Maar Ja. goed, dat is wel zo. Want, Ja. en dat is wel grappig, want je benadert het natuurlijk nu ook een beetje vanuit een zakelijke kant. Omdat je natuurlijk zegt, ja, hey, wat definieert mij nou eigenlijk? Maar dat is wel ook Ja. een onderdeel van jou, waarvan ik denk van ja, dat is wel ook een belangrijk stuk wel. Dat Nou, en dat luchtige. vind ik, ja, en dat vind ik ook wel een zoektocht, ook wel in deze tijd en ook als eigen ondernemer. Weet je, ik heb best wel een ambitie, hè, van ik vind het ook belangrijk om het verschil te kunnen maken. En volgens mij heb jij mij ooit dus geïnspireerd met je hebt allemaal lekkere hapjes op je schaal liggen. En dan moet je de wereld wel laten weten dat je die hapjes hebt. Dus dat vond ik altijd een mooie metafoor van jou. En ja, dat vind ik wel ook het zoeken naar hoe doe je dat op een manier die ook echt bij je past. En hoe zorg je er dan voor dat het niet, ja, dat je daar ook je eigen weg in vindt.
En nou, dat gaat ook de ene keer, nou heb ik dat vanzelf en de andere keer is het zoeken of dan, weet je, dus dat is ook met vallen en opstaan, ook daarin je weg vinden. En Ja. ook jezelf zijn. Ja. Ja, nou, maar het is toch het is een ongoing proces. En dat is Ja. ook, het is tegelijkertijd ook het leuke ervan, natuurlijk. Ja. Dus, hey, en heb jij ook andere mensen, ondernemers, waarvan je zegt van nou, die vind ik inspirerend? Of die hebben mij gevormd? Of. Ik weet nog, voordat ik met mijn eigen bedrijf begon, toen was ik HR-adviseur. En toen heb ik heel veel gezien van, oh, zo wil ik het niet. Dus ik had heel veel voorbeelden van, en ook wel dingetjes dat ik dacht, oh ja. Dus ik heb, voordat ik voor mezelf begon, ik heb iets van ruim 7 jaar als HR-adviseur en HR-manager gewerkt. En dan heb je heel veel te maken ook met coaches en trainers en adviseurs. En dat vond ik altijd wel intrigerend. En stukjes daarvan vond ik dan interessant. Of die vond ik heel mooi. Of toen was ik altijd al bezig van, oh, ik zou dat wel doen, dat niet doen. Ik heb niet één ondernemer of één iets die nu in me opkomt waarvan ik denk van, goh, die vind ik vooral inspirerend. Dus dat is eigenlijk een beetje een mengelmoesje geweest. Ik ben wel altijd het meest gecharmeerd van ja, hele creatieve. Maar dat zit dan misschien minder in ondernemerschap, maar meer in het creatieve bijvoorbeeld. Ja, ik ben helemaal weg van bijvoorbeeld een spinvis of een Wende Snijders, die ook voor mij staan voor jezelf zijn en van daaruit dingen vormgeven en dingen doen. Dus dat heeft niet zozeer met mijn business te maken. Maar dat vind ik wel heel inspirerend. Zeker Ja. omdat die ook heel dicht op bij die emotie zitten. En dat ook echt wat vragen ook van ook ja, echt die emoties in het hele palet. En spinvis ook vanwege zijn creativiteit en meer het kleine en de mooie liedjes en de mooie teksten. Dus daar ga ik op aan. Ondernemers, oh, dat vind ik een lastig ook, Kat. Ja, maar dat is toch mooi, want dan noem je dus Ja. eigenschappen van mensen. Dus heel erg die eigenheid valt me heel erg op. Dat heel erg Ja. gewoon ook anders durven zijn dan de rest. Dat zie Ja. je bij Wende en Spinvis natuurlijk ook allebei heel erg authentiek. Dat vind ik een rot woord, maar Ja. het is wel wat het is. Ja. Een soort van eigen pad volgen, ja, niet de gebaande paden kiezen. Dus dat valt me wel op dan, als je dat zegt. En dan denk je, ja, je hoeft niet per se een ondernemer te noemen, maar ja, dat zijn ook ondernemers natuurlijk. Maar jij bent ook Ja. ondernemer geworden. Op een bepaald moment heb jij besloten van, hey, ik ga mijn eigen plan trekken. Ja, Wat klopt. was daar de reden voor? Ik had eigenlijk een hele goede baan bij een verzekeringsmaatschappij. Maar ik had net een overstap gemaakt naar een andere functie en ik dacht, ja, dit is meer van hetzelfde. Dus ik had het daar niet meer zo naar mijn zin. Maar ik kon er ook nog niet echt los van komen. En ik ging toen op wintersport. We gingen skiën en ik ging onderuit. En toen heb ik mijn kruisbanden gescheurd. Dus ik moest 3 weken plat. En toen werd voor mij duidelijk, ik moet stoppen. Toen heb ik eigenlijk de beslissing genomen, ik moet mijn baan gaan opzeggen. En ik heb zin om met de ervaring die ik nu heb, gewoon eens te kijken wat ik als zelfstandige voor elkaar kan krijgen. Dus ik heb toen, ik geloof 2 of 3 maanden daarna, heb ik mijn contract laten aflopen. En toen heb ik mezelf een half jaar de tijd gegeven om te kijken of ik het kon opbouwen. Gewoon, ja, uitproberen. Heel veel met mensen gesproken. Nou, een beetje wat ik leuk vond, wat ik kon betekenen, een beetje uitgewerkt. Mijn eerste website een beetje opgezet. Ja, en dat ging eigenlijk vanaf het begin af aan goed. Dus ik heb in het begin van allerlei projecten, ook op HR-gebied, maar ook al een stukje managementontwikkeltrajecten begeleid. Ja, ook eerste coachingstrajecten. Ja, van alles. En ja, dat is ja, inmiddels pas 2002, dus dat is ruim 21 jaar geleden.
Nou. En dat is een hele goede zet geweest. Daar heb ik nooit spijt van gehad. En Nee. wat ook leuk is om te vertellen, ik heb toen op een gegeven moment had ik wel zoiets van, nou is het belangrijk om ook nou, niet alleen maar die eenpitter te zijn, maar ook echt samen te werken met andere mensen. Ik ben toen ook, ik geloof, even denken hoor, dat was 2005, zijn we ook naar Langeweg gekomen in dit pand. En dit pand is een oude bakkerij. En een beetje bijzonder, ook ruim, veel ruimte. Dus dat dwong me ook om ruimer te denken. Dus dat was ook wel een hele mooie, cruciale stap. En ik ben toen vrij kort daarna ook met Annika van Dongen samen gaan werken. En met haar heb ik eigenlijk ja, tot op heden hele mooie samenwerking altijd gehad. Ja, op die manier. Cool, mooi, mooi voorbeeld Ja. ook inderdaad van dat je dan de ruimte, dat je ook dat je de ruimte neemt om groter te denken. Vind ik wel een hele Ja. mooie. Het is ook, vind ik, ja, interessant. En dat is eigenlijk niet zo heel dat dat dan heel bewust gaat, hè? Dus het is heel grappig dat je dan, want wij waren gewoon op zoek naar en werkruimte en woonruimte. En ja, we liepen hier. Ja, ik had ook niet bedacht, goh, we gaan in Langeweg. Dat is een dorp van 800 inwoners, super klein. Dat hadden we van tevoren echt niet kunnen voorspellen. Maar je komt in zo'n pand en ja, we wisten het gelijk. Dit is gewoon, dit geeft, dit is gewoon voor ons. Hier werden we gelijk blij van. Maar we moesten het wel ruimte voor ruimte aan gaan pakken. We moesten het echt gefaseerd doen. Want dat was ook heel grappig, ja, hoe dat ging. Ja, Ja, dus letterlijk en en figuurlijk nu. ruimte creëren. Ja, en nu hebben we, ja, jij weet dat ook, hè? Nu hebben we net ook weer een hele verbouwing achter de rug. En ook weer ruimtes gereshuffeld. En ook is er ja, een hele mooie nieuwe bedrijfsruimte ook gekomen in de oude winkel van vroeger. Die ook aan de voorkant en ja, heel uitnodigend is en ook echt past bij dat ruimte voor verschilmaker. Dus Ja. dat, ja, dat is ook weer leuk dat dat na al die jaren ook weer iets is wat. En daar Wat heb je toch nog weer. spannende plannen mee, hè? Met die ruimte. Ja. Ja. Oh, je wil al een tipje van de sluier. Natuurlijk. Ja. Ja. Nou, het is sowieso nu al een hele fijne ruimte om te coachen en te trainen. Dus dat is het al. Maar de ambitie is wel, en wat ik komend jaar wil gaan doen, is dat het nog meer een uitnodiging wordt om ook te ervaren. En nou, mogelijk komt er een expositie. Dus we gaan, ja, we gaan echt kijken. Ik wil echt ook kijken van ja, hoe kan je die ruimte nog meer ook met verschillende zintuigen gaan ervaren. Dus dat wordt, ja, dat wordt ook een leuk project. Ja, dus daar ben Ja. ik zelf ook heel benieuwd naar. Ja. Ja, maar dat is leuk, want je volgt je nieuwsgierigheid en je volgt je Ja. impuls eigenlijk, hè? Ja. Je bedrijf heet ook Human Impulse, dat vind ik dus ook wel grappig. En je volgt je impuls en je voelt van, hé, ik moet daar iets mee, daar mag iets mee. En dan gaandeweg ontstaat het. Ik mocht meekijken onderweg. En dat is heel leuk om te zien hoe dat zich dan vormt. En dat is ook wel mooi om mee te geven aan de luisteraar die nog misschien twijfelt over van hey, moet ik een beslissing wel of niet nemen? Is dat als je dat gevoel heel goed volgt en je weet, en je hebt op een gegeven moment bewijs van dat je kan vertrouwen op die gut Ja, feeling die je hebt. Hè, dat heb jij inmiddels natuurlijk, die precies. bewijzen heb jij. Dat is een kwestie ook van leeftijd en ervaring en al die dingen. Maar het is ook een kwestie van het zien. Zien van hé, hey, Ja. dit is een bewijs en nu kan ik weer verder en nu kan ik weer nog meer bouwen op dat wat er eigenlijk wat ik weet gewoon welke weg het is, maar ik moet alleen Ja, vertrouwen van dat klopt. het inderdaad de goede keuze is. En Ja. dat ja, dat heb jij de afgelopen tijd heb ik dat meegemaakt bij jou. Ja. Zo tof om te zien hoe dat dan werkt en dat dat dus werkt. En dat is wel echt ook Ja. een soort van kers op de taart van jeetje, Ja. vorig jaar had ik dit plan en nu is er gewoon. Ja, En dat is super. Ja. ja, hoe cool is dat, hè, eigenlijk? Hey, en ja, ik weet al best wel veel van jou, maar ik ben nog wel nieuwsgierig naar. Als ik jou echt zou kennen, Ja. wat zou ik dan weten over jou? Wat is een geheimje of een gekke quality quirk die niet iedereen weet over jou? Ja,
Ja, ik denk dat. Nou, ik hou heel erg van muziek. Ik ga heel erg aan op muziek. Maar ik heb een beetje het manco dat ik nooit titels van liedjes of artiesten. Ik kan dat altijd heel slecht onthouden. Maar wat heel leuk is, is dat ik hier drie mensen in huis heb die helemaal van de muziek ook zijn. Die wel dat heel goed kunnen. Dus die maken ook muziek. Dus ik word dagelijks verwend met muziek. Mijn dochter die zingt, die piano speelt, gitaar speelt. Mijn zoon die gitaar speelt, heel veel mooie muziek en hele bijzondere muziek luistert. Dus als ik met hem in de auto zit, dan is hij de DJ. En dan, ja, ik hoef er niks voor te doen. Ik krijg gratis de mooiste, meest bijzondere muziek te horen. Ja, en ook een man die gitaar speelt en ook helemaal van de muziek is. Met een hele, hoe zeg je dat? Vinyl collectie, platencollectie. Van heb ik jou daar? Dus ja, als je me goed kent, weet je dat ik dagelijks verwend word en omringd word door muziek en daar heel blij en gelukkig van word. Tof, heel tof. Ja. Hey, en wat zou jij zelf zien als jouw, nou ja, als een van jouw grote levenslessen, waarvan je zegt van nou, dit is echt een keerpunt in mijn leven geweest, of een inzicht waarvan ik nu weet van wauw, dat heeft me echt wel op het goede pad gebracht. Wat in me opkomt is dat ik heb ook altijd heel veel ben ik bezig geweest met zelf ook opleidingen doen en zelf ook coaching, zelf laten coachen en bezig zijn met de ontwikkeling. Dat heb ik ook altijd belangrijk gevonden, daar heb ik ook heel veel aan gehad en heel veel van geleerd. Maar mijn grootste les nu is van het is goed om je te laten voeden. En goed om heel gericht ook dingen te leren en ook je te blijven prikkelen en bezig te blijven. Maar vertrouw ook op wat er gewoon in je zit en je eigen intuïtie en maak er je eigen verhaal van. Dus ga niet klakkeloos mee met die methodiek. Ik heb ook heel veel tools en instrumenten en methodieken geleerd en toegepast. Maar vertrouw, en dat is allemaal prima, maar in de essentie gaat het om je eigen intuïtie. En jij weet en voelt wat jij nodig hebt. En alles in potentie is er al. Dus ja, en dat mag je lekker, lekker laten groeien, of een beetje voeden, of aanvullen. Of soms heb je wat huiswerk dat je een bepaald stukje wil leren. Maar vertrouw ook echt op je eigen kracht en je eigen inzicht. Dus dat is ook in mijn coaching of als ik met groepen werk. Ik ben niet de trainer of expert die weet hoe het moet of hoe het voor jou moet. Of hoe, dat weet jij. Jij bent zelf expert over jouzelf. Jij mag zelf bepalen, zelf de regie pakken. En ik kan jou met je meekijken, je prikkelen, inspireren, spiegelen, je wat handvatten geven. Maar dat is ook altijd maatwerk. Dus ik weet je, dus ik, natuurlijk heb ik wel mijn programma's en mijn tools en die ik. Maar altijd is het weer een andere mix die ik dan ook inzet. Ja. Dat is ook het mooie, hè, van die goudkist die je dan verzamelt. Dat je daar dus al die tools in hebt zitten, maar dat je dus helemaal niet, weet je, doordat je ze dus op een versnet is een, ja, eigenlijk een mooie vergelijking met een DJ, die dus allerlei verschillende muziekjes soort vormt tot een nieuw muziekstuk. En dat is eigenlijk wat jij Precies. ook doet in jouw werk, is dat je een klein beetje van dit en dan voelt van, hey, oh, die persoon die zou misschien daarbij gebaat zijn. Of de, ik geef bijvoorbeeld heel vaak als tip dat boek wat jij noemde van Julia Cameron, van The Art is the Way. Omdat gewoon, ik heb dat 35 jaar geleden gelezen toen het uitkwam. En ik was toen ook zo heel geïnspireerd op van, hey, hoe kan je nou die blokkade door? En ik bedoel, ja, ik weet zelf uit ervaring ook hoe je het kan doen. Maar dan vind ik dan toch, denk ik van, oh, nou, die tool kan ik inzetten, want die is er al. En dan dat je ook voelt van, oh, deze die kan nu werken en deze, maar dat je uiteindelijk weet je zelf wel wat resoneert bij jezelf. En denk je van, oh ja, dat neem ik mee en dat niet en dat wel. En dat je dat ook helpt. Dat je niet klakkeloos inderdaad een coach volgt en dan maar een beetje gaat doen. Oh ja, want die doet het ook zo. Dat Of ik hele. moet van de coach die opdracht, of ik moet dit, of ik moest van Ja. jou dit doen en ik heb het niet af.
Ja, ik heb Zo mijn dat soort. huiswerk niet gedaan. Ja, Ja, oh mijn god, precies. Oh, ja. Oh, heerlijk. Ja, ja, ik ja. krijg dat wel eens trouwens. Dan zeg ik altijd van, ja, hallo, je doet het niet voor mij. Maar Ja, dat is wel, precies. ja, dat is wel een beetje, dat is wel een mooi, belangrijk inzicht, denk ik. En ik denk dat wat je, alles is er al, alles zit al in jou. Dat is echt een belangrijk ding om je te Ja. realiseren. En gelukkig heb je af en toe van die momenten dat je dat ook weet. Dat er ook, Ja. dat de universe ook met je meespeelt om je dat even te laten realiseren. Van, Ja. oh, en dan moet je wel ook Ja. ruimte voor hebben om dat te kunnen voelen en zien. Van, oh ja, moet je af en toe even uitzoomen. En dan zie je ineens dat, oh, het is er al. Ik zit allemaal te Ja. zoeken naar iets. Wat Ja. was dat nou? Een of andere verhaal over was het nou een hert of zo? Die was op zoek naar een bepaalde Ja. geur. Die vond dat dan heel lekker ruiken. En ik heb altijd van die halve verhalen, dat heb ik dan ergens gezien. Maar die was op zoek naar die geur. En die was de hele tijd allemaal aan het zoeken. Zo van, oh, ik ruik een hele lekkere geur. Dat bleek dus zijn eigen geur te zijn. Geweldig. Ja, Ja, dus heerlijk. dat schijnt een of ander ding bij herten te zijn. Dat ze een bepaalde Ja. geur afdingen ze. Afstralen, weet ik veel hoe het heet. Ja. Ja, mooi. Nou ja, ik heb nog twee vragen voor je. En één gaat over veerkracht. Daar hebben we het al een beetje over gehad. Want jij Ja. bent ook een veerkrachtig persoon. Je hebt natuurlijk ook veel meegemaakt. Dus daar word je vanzelf veerkrachtig van. Maar wat is voor jou, wat is in jouw ogen veerkracht? Want daar doe ik onderzoek naar. Ik vraag iedereen, wat is veerkracht? En kan je dat Wat leren? is veerkracht? Voor mij is veerkracht dat je als je even uit de bocht gaat of als je getriggerd wordt, door wat dan ook, maakt niet uit, door gebeurtenissen of door misschien oude patronen bij jezelf of door een omgeving waar je in zit of een persoon waar je mee te maken hebt en je merkt dat je gewoon niet lekker, dat je uit balans bent of je bent geïrriteerd of gespannen of nou, je energie zakt weg. Dat je daar niet in blijft, dat je daar niet in blijft hangen. Dus dat je veerkracht is voor mij de snelheid waarmee je daarin ook weer kan in de beweging kan komen. En of soms even afstand nemen of soms juist weer gewoon iets gaan doen. Even een rondje gaan lopen, lekker naar buiten gaan of ja, een mix tussen rust, even rust inbouwen, even afstand nemen, wat je net ook zei, maar ook weer in de beweging gaan. Dus niet blijven hangen. Blijf gewoon doen, bewegen en ja, die snelheid, dat is voor mij veerkracht, denk ik. Ja. En je kunt het echt leren en oefenen. Als je wil, je moet het wel willen. Kijk, als je, ja, dan kun je het leren en oefenen. Ja. Ja, ik geloof dat ook hoor. Dat is dus ook weer een sportspier die je moet trainen. En ja, de een maakt natuurlijk meer mee, dus die wordt vaker uitgedaagd daarop. Ik zat nog even te denken aan een hele mooie uitspraak, die ik nog wel mooi vind om te noemen. Van dat het veerkracht is voor mij ook dat je een spierbal ontwikkelt en ook ruggengraat ontwikkelt om ook de dingen te kunnen handelen. Dus het is ook daarin goed voor jezelf zorgen, goed voor je lijf zorgen, voeding, beweging. Ja, dus dat is ook voor mij echt veerkracht. Ja. Heel veel winst te behalen nog voor heel veel mensen en Ja. ook voor mezelf nog steeds. Ja, dat is ook een ongoing ding, hè? Ook omdat je, dat zei je ook al in het begin, van je komt er gaandeweg achter wat je nodig hebt. En dat is ook niet altijd hetzelfde. Het is in het moment kan het iets anders zijn. En dat herkennen Ja. en voelen van, oh ja, nu heb ik dit nodig. Dat is ook Ja. onderdeel van verantwoordelijkheid nemen voor jezelf. Ja, en als je dus iemand bent die verschil wil maken, dat je dat stukje ook meepakt van hey, oké, hoe kan ik nou zelf die stevigheid creëren? En ja, dat is niet zomaar iets van de een op de andere dag, wat je zegt van het is een proces. Ja, en daar inspireer jij mensen op en mag jij mensen mee helpen? En ik ook weer op mijn manier. Dus dat is zo mooi, hè? Dat is het leuke van ons werk. En ja, ik had nog, we hebben het er al een beetje over gehad. Wat lees, kijk en luister je op dit moment? Want je hebt al genoemd jouw lievelingsboeken. En je hebt genoemd de boeken die je nu aan het lezen bent. Heb je ook nog dat je bepaalde dingen kijkt, films of series, waarvan je zegt van nou, daar heb ik een tip over. Dit vind ik interessant.
Ja, we zijn, ik ben nu met Serge en Stijn, zijn we de Twin Peaks weer helemaal aan het kijken, de serie. Dat vind ik echt heerlijk. Ook het tempo, de spanning, de verschillende stijlen die erin zitten, het absurde, het grappige. Dus dat vind ik echt een aanrader. En dan echt beginnen met de oude serie. Jaren 90 was dat, geloof ik. En toen, 25 jaar daarna, hebben ze de volgende reeks gemaakt. Ja, en we zitten nu halverwege ongeveer de laatste reeks. Ja, heerlijk. Dus dat vind ik, ja, daar kijken wij elke avond één aflevering op dit moment. Dus dat vind ik heel leuk. En films, we kijken ook wel, ja, toch ook wel één of twee. Wat films in de week. Proberen we. Lukt niet altijd. En dan vind ik bijvoorbeeld Interstellar. Vind ik een hele mooie. Ook echt een aanrader. Ik heb op verzoek van mijn zoon 2001 gekeken. Dat is een hele oude klassieker. Hij is heel intrigerend en boeiend. Ik snap er helemaal niks van. Het is ook een hele zit. Volgens mij ben ik ergens ook nog in slaap gevallen een stukje. Maar het is wel ook weer bijzonder. Dus dat vind ik toch ook, ja, als je echt iets heel anders wil zoeken, is dat ook nog een hele leuke. En ik vond laatst heb ik voor de tweede keer Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Dat is ook een pareltje. Dat vind ik ook heel mooi. Mooi, gaat allemaal over ruimte, hè? Die films van jou. Ja, Letterlijk en goh. figuurlijk. Ja, Ook die over de leuk. Spotless Mind, ook eigenlijk, hè? Want die gaat over ruimte, geestverruiming eigenlijk, op een Ja. bepaalde manier. Ja, ik heb hem 30 jaar geleden gezien, denk ik, zoiets. Ja. En zo, ik moet zo lachen, want jij noemt Twin Peaks. En gisteren was ik bij mijn acupuncturist Ja. en die had de muziek van Twin Peaks. Ik Oh, lag daar mooi. met die naalden allemaal. En die had die muziek van. Ik, oh, Twin Peaks, oh, dat is lang geleden. Toen zegt hij: Ja. Ja, heb je het nog gezien? Recent nog eens een aflevering gezien. Was wel traag. Ja, het is heel Ik moest daar traag. lachen Het is van. heel Dat het, traag. en het was zo Ja. intrigerend toen ook. Dat je Ja. dat soort, dat hele gevoel wat daar toen. Was natuurlijk een van de eerste series waar je echt een Klopt. soort hooked aan was. En een soort helemaal inging. En iedereen had zijn Ja. eigen. Zijn eigen muziektune, ook hele mooie muziek, hè? Angelo Ja. Badalamenti. Die naam kwam ook gisteren in één keer op. Ik vind het zo grappig dat jij nu noemt. Ik heb Grappig. gewoon 100 jaar niet Ja. over Twin Peaks gesproken. En in één Nee. keer, gewoon in 2 dagen. Ja. Oké, misschien moet ik het ook nog eens een keer kijken. Ja. Grappig. Ja. Ja, mooi. En ja, qua muziek, hè, daar hebben wij natuurlijk. Want jij vertelde van dat je met je zoon in de auto, dat je dan getrakteerd wordt ook op speciale muziek. Daar hebben wij ook een raakvlak in ja, zoals Ja. dat dan, ambient techno muziek. Ja. Zoals FX Twin en nou ja, Ja. crazy muziek is dat, maar wel heel, ook heel, heel bijzonder, heel ruimtelijk. Ja, super. Ja, heel experimenteel. En ook wat ook leuk is dat het. Want je denkt echt, als je het zo even out of the blue hoort, denk je: wat is dit? Dit is een willekeurige geluidsbak die opengetrokken wordt. Maar er zit wel ook echt techniek onder. En ja, dat vind ik wel heel mooi. Dus wel met techniek ondergrond, goede kennis eronder. Maar vervolgens dan helemaal gaan experimenteren. Ja, dat vind ik heel mooi. Ook bijvoorbeeld een ander mooi voorbeeld vind ik bijvoorbeeld David Bowie. Daar is mijn dochter helemaal fan van op dit moment ook. Ja, dat is ook zo'n, ja, out-of-the-box creatieve geest op allerlei vlakken. In de muziek, in het beeld, in heel de vormgeving, ja, de kleding. Ja, dat vind ik heel inspirerend. Ja. Oh, verschilmakers ook, hè, eigenlijk. Ja. Ja, Maar ook, ja. ja, de, ook, ja, ook bijvoorbeeld, die noemde ik net dan al, Wende Snijders, dat is voor mij ook. En nu gaan we binnenkort naar een concert van The Haunted Youth. Dat ken ik nog niet, dus daar ben ik ook heel benieuwd naar. Het is ook weer iets wat niet super bekend is. Maar dan ben ik daar weer heel nieuwsgierig naar. Leuk, leuk. Ja, ik vind het dus heel leuk dit soort vragen te stellen, omdat je dat zegt eigenlijk best wel heel veel over wie jij bent en hoe jij naar de wereld kijkt, hè? En hoe je naar de wereld Ja. luistert. Wat voor muziek je luistert, is niet altijd zo, hoor. Maar nou, ik vind het in jouw geval wel heel specifiek en heel. Het is allemaal muziek waar heel veel ruimte in zit en waar heel veel eigenheid in zit en dat soort dingen. Dus dat is ook weer ja, zo mooi dat dat dus in alles doorgevoerd wordt.
Dat is Ja. heel grappig. En Monique, als mensen met jou in contact willen komen, waar kunnen ze jou vinden? Op mijn website, humanimpulse.nl. Ik zit ook op LinkedIn en ik heb ook een Instagram-account. Dat is denk ik. En ze kunnen me altijd bellen en mailen. Dus Ja. in die zin, ja. 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 We zetten het in de show notes, hè, alle Dat is goed. linkjes. En mensen Ja. kunnen ook zich abonneren op jouw nieuwsbrief, De Ja. Impuls. Persoonlijk vind ik dat een heel inspirerende nieuwsbrief met hele prikkelende, mooie vragen. Waarmee je ook uit bepaalde denkpatronen kan komen en ook meer ruimte kan creëren. Dus ja, die zou ik nog als tip mee willen geven. En ik ben heel benieuwd naar je dingen voor het komende jaar. We zullen het allemaal meemaken. Als we je gaan volgen, dan horen we vanzelf wat er allemaal op de planning staat. Misschien een retreat, misschien een expositie, misschien een boek. Nou, het kan Nou, allemaal. hier ben jij weer heel inspirerend in, Kat. Dus er gaat in ieder geval, ik weet zeker dat er een aantal dingen gaan komen en gaan gebeuren. En ik heb ook ruimte gecreëerd vanaf januari, ook meer ruimte ook gecreëerd in mijn week om ook echt nog bewust mee bezig te zijn, om dingen uit te werken, uit te schrijven en ook verder vorm te geven. En ik vind het ook weer heel mooi om dan het ook nog niet dicht te timmeren van het wordt dat of het wordt dat. Dus ik zou zeggen, volg als je het leuk vindt, volg het en laat je verrassen. Ik weet het ook nog niet waar het precies op uit gaat komen. Ik weet in ieder geval wel dat de dingen, inspiraties, de bagage die ik tot nu toe heb, de ervaringen die ik tot nu toe heb. Dat ik daar meer mensen mee wil en kan bereiken. En dat wil ik op een mooie vorm gieten. En daar heb ik afgelopen jaar al een mooie start mee gemaakt, maar daar ga ik mee verder. Dus Ja. ik zou zeggen, volg me en laat je verrassen. Superleuk. Hey, Monique, Ja. dank je wel voor dit mooie gesprek. Dank je wel voor al de dingen die je hebt gedeeld. Heb je nog een laatste quote of een tip die je mee wil geven aan de luisteraars? Ik vond het gewoon een heel leuk gesprek. Ik moet er dan altijd even inkomen, merk ik. Maar ik vind het dan weer heerlijk om zo met jou hierover van gedachten te wisselen en te sparren. Een laatste tip. Geniet van jezelf zijn. En geniet, ja, even ook heel in mooie afstemming met jou. Geniet van je goud. Ja. Want daarin vinden wij elkaar natuurlijk Ja. ook dat we daar wel bij mensen echt naar op zoek gaan. Ja. Neem geen genoegen met een slap aftreksel. Dat is ook de uitnodiging. Ja. Ga echt op zoek naar het goud en naar waar jij echt dat verschil kunt maken. Of dat nou een kleine ding of grote dingen is, dat maakt niet uit. Nee. Nee, een beetje moed en lef verzamelen en dan gewoon het verschil durven maken, omdat het belangrijk is. Dus dat het iemand die Precies. daardoor geïnspireerd wordt en die dan weer aangezet wordt om ook weer dat rimpeleffect te creëren, hè? Want dat is volgens mij uiteindelijk Precies. waarom we doen wat we doen, hè? We hoeven niet 100 miljoen mensen te helpen. Maar als we een paar mensen kunnen aansteken, aanwakkeren, inspireren, whatever, dan gaat het effect vanzelf. En dat is ja, super. Hey, dankjewel. Graag gedaan. Ja, voor de luisteraars, dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Ciao! Doei, doei. Dag. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je willen connecten of meer informatie willen hebben, dan kan je me vinden op LinkedIn en op Instagram @katkolno. T2 aan het eind. Tot de volgende keer. Ciao.